de schijnheiligen. We zijn klaar met de opdracht. Kunnen we nog iets anders voor u doen? Nee hoor, lieve schatten. Gaan jullie maar lekker iets voor jezelf doen. In de klas is er een groepje kinderen die op het eerste gezicht ideale leerlingen zijn. Maar zodra de juf de klas uitgaat, dan veranderen ze in echte monsters. Oké, jongens, opstaan! Nee, ik wil je mee! Het was heel normaal dat die schijnheilige kinderen dan de klas rondgingen om geld, snoep en mobieltjes af te pakken. Ja, oké, telefoon. Hey, ik ga met je telefoon naar Amerika bellen, even oké. Hey, tante. Jij ook, jij ook. Oh, dankjewel. Zodra de juf dan weer naar de klas komt lopen, gaan de schijnheiligen snel terug naar hun plek om te doen alsof er niets gebeurd is. Serieus, wat is met jullie eten? Ik ben het met jullie. Ik heb een idee, misschien kunnen we het tegen de juffrouw zeggen. Ja, maar anders gaan ze, als ze het zien, dan worden we helemaal gepakt. Oh, en we zoveel geld kwijt. Zullen we misschien naar de juffrouw gaan? Maar we hebben weer. In de weekend! In de weekend! Ja, dat pakken ze in het weekend gaan. De kinderen gingen nu in het weekend naar het huis van de juf, zodat de schijnheiligen er niet achter zouden komen. Zo, hé, wat een grote flat waar de juffrouw in woont. Ja, hè? Ja. Zullen we maar gaan aanbellen? Ja, kom. Kloppen helpt niet, want ze woont op nummer 400 en ik heb al aangebeld. De man komt zo naar beneden. Jongen, wat zijn die kinderen van mevrouw de klas, geloof ik. Wat doen die hier nou op zaterdag? Wat doen jullie hier? We komen iets zeggen over die vervelende pest. Vervelende pestkoppen? Welke vervelende pestkoppen? Die jongens. Ja, hoe noemen ze een naam? Yusha. Ja, oh, die jongens ken ik. Die komen hier wel eens op zaterdag mijn auto wassen en zo. Dat zijn hele aardige gasten. Maar ze zijn helemaal niet aardig. Nee, ze stelen ons geld. De man van de juffrouw geloofde de kinderen niet en dacht dat ze jaloers waren. Teleurgesteld verlieten de kinderen het huis van de juf. Waarom gelooft hij ons niet, man? Dat hij niet van luisteren. Die man van de Hij wil echt niet luisteren. Ik haat hem. Hé, jongens, we hebben bewijs nodig. Ja, dat is een goeie. We hebben bewijs nodig om ze te pakken. Ja. Iemand de camera of zo, dat we erin kunnen filmen? Niet. Jawel, ik heb een camera thuis. Een spionagecamera. Kunnen we die gebruiken? Ja. Dat best wel de goed. Kinderen besloten de camera aan de groep 8 kinderen te geven, zodat zij deze gevaarlijke missie konden uitvoeren. Filmen. Ja, en dan geven we het later aan de directeur. Oké. Okay. Ja. Jongens. Ik heb deze camera van Anwar geleend. Hiermee kunnen we ze filmen. Dan hebben we ook bewijs. Maar, we moeten het ergens verstoppen. En dan kunnen we ze stiekem filmen. Gaat het, jongens? Oké, hij zit er nu in. En hij werkt ook, ja. Perfect. Zij plaatsten de camera op een geheime plek in het klaslokaal. Zodat ze zeker wisten dat zij de schijnheiligen konden betrappen. Ja, maar we zijn van de ergste. We zijn de gangsters hier. Ja, ja. De ergste gangsters. Slaan ze gewoon in de kat. Ik denk dat ze wat zijn, maar ik weet van volgende keer 10 euro in plaats van 5. Zodra het veilig was, gingen de kinderen kijken of de camera bewijsmateriaal had opgenomen. Ja, dit moeten we echt aan de directeur laten zien. Nu hebben ze echt gepakt. Ja, kijk ze nou eens. Ze hadden bewijs en gingen gelijk naar de directrice om het te laten zien. Juf, je kent toch de kinderen die Omer, Wahid, Erai en zo, die helemaal heel lief zijn, maar dat zijn ze helemaal niet. Hier hebben we bewijs, ze pesten en ze slaan ons allemaal. Slaan ze gewoon in de kat, Nou zeg, jongen, wat zie ik nou? Wat gebeurt hier allemaal? Ze zijn echt kinderen aan het chanteren, verschrikkelijk.
De directrice beloofde de kinderen te gaan straffen en dat deed ze. Zo zaten de zogenaamde stoere kinderen na schooltijd te huilen en om hun mammy te roepen. Israël, ik wil naar huis. Ik wil naar huis.